Je hebt al jaren smartphones en tabletcomputers met Android software. Producent AOC komt met iets nieuws. De eerste desktopcomputer met Android. Wat is daar nou handig aan? De AOC A2472 heeft met zijn 24 inch scherm op het eerste gezicht iets weg van een reuze tablet. Maar een gewone tablet weegt iets van een halve kilo. Deze AOC computer weegt 10 keer zo zwaar en is veel te groot voor op schoot. Ook moet hij steeds aan het stopcontact. Het is echt een desktopcomputer. De AOC computer heeft een aantal handige en bijzondere eigenschappen. In de eerste plaats natuurlijk dat hij Android draait, versie 4.2. Het besturingssysteem is behoorlijk robuust, niet zo bevattelijk voor virussen als Windows en laat de gebruiker heel makkelijk programma's, apps installeren vanuit Google Play. De softwarewinkel op internet kent echt honderdduizenden leuke en nuttige apps. De meeste apps zullen functioneren op deze computer. Denk aan Weer-apps, tv-gids-apps, Skype, Wordview, you name it. Alleen niet de specifieke telefoon-apps, zoals WhatsApp. Bediening van de AOC-pc kan met de vingers op het scherm. Android is helemaal ontworpen voor aanraakbediening, dus dat deze AOC een aanraakscherm heeft, lijkt een logische keuze. Tot zover de positieve punten. Er komen in de praktijk ook wat negatieve kanten aan het licht. Het scherm spiegelt enorm met een felle lichtbron in je kamer. Dat is een klassiek probleem met aanraakschermen. We moesten de Luxeflex naar beneden doen om het scherm een beetje goed afleesbaar te maken. Android is nog niet geoptimaliseerd voor zo'n groot scherm. Als je tekst gaat invoeren, krijg je echt een gigantisch virtueel toetsenbord voor je neus. Typen gaat niet zo comfortabel. Gelukkig kun je ook een gewoon USB toetsenbord aankoppelen. Dan kun je daarmee je tekst invoeren. Android op deze PC is niet zelf in staat om meerdere applicatievensters naast elkaar te tonen. Zoals Windows, Mac OS X en Linux wel kunnen. Op zo'n groot scherm verwacht je wel aan multitasking te kunnen doen. Nu moet je steeds apps van de achtergrond naar de voorgrond halen. Het belangrijkste probleem merk je pas na een kwartier of langer computeren. Je armen worden een beetje moe van vooral het vegen en druk op het scherm. Conclusie. Het is zeker een bijzondere ervaring. Een desktop-PC met Android. Het gemak waarmee je handige en leuke apps installeert is een groot pluspunt. De apps zijn echter niet voor het grote scherm geoptimaliseerd, dus ogen nogal opgeblazen. De aanraakbediening op het scherm is best te doen gedurende 5 of 10 minuten. Maar langer is vermoeiend voor de armen. Je kunt gelukkig wel een gewone muis- en toetsenbord aansluiten. Maar dan heb je dus weer een klassieke computer. En als je dat zoekt, heb je duizenden alternatieven om uit te kiezen.